We hebben met een groep van 25 man een soort open verkenning gedaan, een dialoog over wat zijn nou de grenzen van het vakgebied van programmamanagement. En is er zoiets als procesmanagement, wat wellicht beter geëquipeerd is om met complexe vragen om te gaan. En is dat dan hetzelfde of maakt dat onderdeel uit van programmamanagement? En vervolgens, hoe doe je dat dan concreet in de praktijk? De belangrijkste grens aan programmamanagement bij transities is dat je het idee hebt dat het programma de transitie moet realiseren. Een programma kan hoogstens bijdragen aan een stukje van die transitie en als het goed is doe je de goede dingen. De belangrijkste tip voor programmamanagers die werken aan transitie is eigenlijk dat je moet zorgen dat het programma niet van jou wordt. Dat die programmadoelen die je nastreeft, dat het niet jouw doelen zijn, maar dat dat de doelen zijn van de mensen die in die transitie een bijdrage moeten leveren. Wij hebben een paneldiscussie gevoerd over het vraagstuk programmatische aanpak in transitie. En daarin hebben we vooral het programma-aanpak tegenover het werken in de lijn gezet. En dat gesprek heeft zich heel leuk ontwikkeld, maar uiteindelijk ging het er ook vooral over, kunnen beide in combinatie elkaar versterken? En is het niet of-of, maar kan je ook zeggen van het is vooral en. De kracht van programmamanagement is natuurlijk toch dat het ook heel gericht partijen in staat stelt om bepaalde doelen te realiseren. Maar dat werkt alleen maar als je dat doet met elkaar vanuit een lange termijn transitierichting en ook een enorme bescheidenheid dat het op de korte termijn continu gaat over experimenteren, leren en aanpassen. De belangrijkste tip die ik toch wel aan programmamanagers wil geven is ga ook op zoek naar controverse, naar nieuwe perspectieven en naar ruimte om eigenlijk verrassingen te organiseren. Dus in transities moeten dingen op een goede manier uit de hand lopen. Dus soms tegen natuurlijk, maar probeer ook je eigen comfortzone af en toe te verlaten.